Hoi allemaal, ik heb net dit kaartje gemaakt en ik wil jullie even laten zien dat je op een afbeelding die je van Pinterest downloadt ook een tekst op pad kunt zetten. Dus ik dacht, dat laat ik eventjes zien. Ja, want die 10 heb ik samengevoegd aan de schoen. Ik heb eerst op Pinterest een plaatje van een schoen gevonden. Die heb ik op mijn computer opgeslagen. Nu is dit een vrij simpel plaatje, dus die ga ik gewoon overtrekken in Canvas. Je zou ook nog met de Convert Picture to SVG, zou je eventueel ook nog om kunnen zetten naar een SVG-bestand. Dat doe je dan zo. Ik ga hem opzoeken. Ik heb hem hier als voetbalschoen opgeslagen. Ik klik op openen en dan komt hij hier in mijn schermpje. Zo is hij natuurlijk niet mooi. Meestal gaat het met Ready 3 wel tot een mooie afbeelding worden. Dus dan zeg ik download. En dan zou je hem op kunnen slaan. Dat heb ik al gedaan, dus dat hoef ik nu niet te doen. Dus ik ga dit even wegdoen. Ik open Canvas. Maar zoals ik zei, is het een makkelijk plaatje. Niet ingewikkeld met lijnen. Dus dan ga ik meestal gewoon bij overtrekken in Canvas. En dan pak ik hem weer op. Hij staat nu op alleen de buitenste rand, maar ik wilde ook dit binnenrandje erbij. Dus dan klik ik op deze. Ik hoef de afbeelding dadelijk niet te zien. En bij zwart-wit plaatjes zet ik hem altijd op het minst aantal kleuren, omdat je dan mooiere, strakkere lijnen hebt. Ik klik op oké. En hier is de schoen. Nou zie je hier een donkere lijn, dat betekent dat dit een extra stukje is. Dat kan je in dit geval verwijderen, want zo hou je de schoen over. Ik maak hem even groter en ik maak hem even zwart. Dan zien we hem beter. Nou, de 10, de cijfers, die wil ik eigenlijk, vind ik die wel leuk als die hier, dan kan je, ja, voorheen deed ik dat de 10 maken en dan paste ik daar zelf in. Maar nu gaat dat een stuk makkelijker door op deze manier te doen. Ik typ de 10. Ik maak hem even wat groter. Ik selecteer beide en ik kies voor de optie plaatsen op pad. En nou stuurt, wordt, oh, ik had mijn schoen willen kopiëren. Die hebben we dadelijk nodig. Oh, doe ik eventjes zo. Nieuw, selecteren. En dan kan je met het plusje, kan je hem gaan verplaatsen naar waar je hem wilt. Oh, nou is hij vrij groot, dus daarom wil hij niet. Hij mag nog wel ietsjes groter. Ik klikte op de 10 zelf. Kijk, zo krijg ik alles geselecteerd. Maar als ik alleen de 10 wil, dan klik ik nog een keer. Dan kan ik hier nog mee werken. Als ik dit doe, dan kan ik de schoen en de 10 veranderen. Maar dat wil ik niet doen, want ik heb ze gekopieerd. Dus ik heb deze dadelijk precies dezelfde maat nodig. Dus ik wil alleen deze een klein beetje vergroten. Dan nog een beetje deze kant op. Dan vind ik het zo wel goed. Dan plaats ik deze er weer op. Want dit is een afbeelding waar je zo mee kunt werken. Even wat groter maken om te kijken of dat ik hem een beetje... Oh, ik klik altijd twee keer, maar dat hoeft niet. Dan wil ik hem op de blauwe lijn. Dus nu zie je eigenlijk de blauwe lijn niet meer. Dat is ook de bedoeling. Ik klik weer hier op de 10. En ik wil dadelijk alleen de 10 overhouden en die blauwe schoen die wil ik weg hebben. Dus dat doe ik door weer op converteren naar vormen te klikken. Nu heb ik alleen de schoen. Kijk, als je zo kijkt is de blauwe vorm weg. En die staat er hier nog wel in als ik die stap niet heb gedaan. Nu staat die nog tekst op pad. Dus zo gaan we hem eventjes wegwerken. Zo, hij is weg. Deze plaats ik één tikje naar beneden zodat ik zeker weet dat ze elkaar raken. Want dat moet door dat als je wilt samenvoegen. Kijk. Dus nu heb ik hier de schoen. Alles wat zwart is wordt uitgesneden. Ik vind het altijd leuk als daar een achtergrondje achter zit. Dat er een dubbele laag verschijnt. Dat doe ik door op verschuiven te klikken. En dan mag dit wel even een ruime marge hebben. Dat is dan wel leuk. Je kunt ervoor kiezen om op hier te klikken, want dan gaat ook mijn, dan zou ik, laat het even zien. Kijk, dan zou
komt hier ook een gat, zeg maar. Maar dat wil ik nu niet, want ik vind het leuk als daar dadelijk de letters beter zien. Dus ik klik hier nog een keer op en dan doe ik deze optie wegklikken. Dus ik wil alleen de buitenrand als verschuiving hebben. Kijk, dat hebben we hier. Die maak ik even groen, zodat we die ook zien. Dan krijg je altijd even dit. Dan moet je even naar schikken en naar achtergrond verplaatsen. En dan zie je beide kleuren. En nu heb ik in mijn kaart ook nog de naam Siep, van Siep wordt 10. Die vond ik wel leuk als dat hier in dat vakje kwam. Dat heb ik als volgt gedaan. Deze ga ik heel even aan de kant schuiven. Klik weer even op tekst. Je kunt natuurlijk alle lettertypes die in je computer staan gebruiken. Maar ik heb maar voor de simpele gekozen, omdat dit een duidelijk lettertype is. Die plaats ik in het vak. En dan wil ik die ook samenvoegen. En dat gaat alleen maar als je ervoor zorgt dat alle randjes dan ook weer de schoen raken. En dit puntje raakt net niet, dus hij moet iets naar boven. En misschien is het wel handig als ik hier helemaal geen randjes heb, hoef ik, dat snijdt mooier. Nou, zo vind ik hem goed. Ik dupliceer hem eventjes. Zometeen heb ik de letters nog een keertje nodig. Dan ga ik deze ook zeggen dat ik hem wil samenvoegen. Kijk, dit bedoel ik. Zie je, hier heb je zo'n klein stukje wat niet mooi gaat uitsnijden. Als je dan nog een keer op het plaatje klikt, dan kan je deze puntjes weghalen. En dan doe ik door op de puntjes te klikken, worden ze blauw. En dan zeg ik punt verwijderen. En dat moet ik net zo vaak doen, totdat ik geen puntjes meer zie. Kijk, nou zijn ze weg. Kijk, nu zijn ze weg. Dus dan maak ik hem even zwart. Dan snijdt dit straks allemaal mooi uit. Deze letters wil ik eigenlijk hier net een beetje als schaduw voor gaan plakken. Maar dan moeten ze wat kleiner. Dus dan ga ik weer naar verschuiven. Deze keer ga ik naar 1,5. En naar binnen, want ik wil ze kleiner maken. Dus dat is nu gebeurd. En dan is dit, zijn dit de nieuwe. Die maak ik even blauw. Want dan zul je zien dat de B... Ja, dit snijdt hij zo wel uit. Maar ik vind het al wel handig om dit gewoon nu voor het zicht weg te werken. Dus dan zeg ik eventjes dat hij het overlappende gedeelte mag verwijderen. En dan kan ik deze twee verwijderen. Kijk, dan heb ik gewoon de naam zoals het zo meteen ook op de kaart te zien is. Even groeperen. Dan kan ik even kijken als ik ze zo neerzet. Is het dus wat ik bedoel, dat je een beetje de schaduwrand krijgt. En dan ga ik die en die eventjes netjes op elkaar zetten. En dan zou dit eigenlijk naar mijn machine gestuurd kunnen worden. En dan snijdt hij het voor me uit. En dan maak ik er verder een leuke verjaardagskaart van. Nou, wie weet heb ik jullie wat inspiratie gegeven. Dus je hoeft niet alleen deze vormen te gebruiken. Maar je kunt ook zelf een plaatje van internet afhalen en dan dat gebruiken als een tekst of iets op aan te brengen. Nou, de groetjes weer. Doeg!